Het 0181 TV Sintjournaal met Kevin Spanjersberg. Hoi, leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van het Sintjournaal. Vandaag hebben we onder andere een gesprek met de burgemeester, want is Voorne Putten klaar voor de intocht? Kunnen wij Sinterklaas en zijn Pieten ontvangen? En gaan we naar Radio Voorne, want daar hebben ze een fantastisch idee. Iets met de Sinterklaasliedjes. En vorige week zag je dat Sinterklaas en zijn Pieten nog in Spanje waren. Maar inmiddels zijn ze al onderweg om hier naartoe te komen. Maar we weten nog steeds niet wat professor Piet aan het maken is. Wat is nou die geheime uitvinding? Ik hoop dat we er vandaag wel achter gaan komen. Laten we eventjes kijken op de boot. Dus 13,5 meter en daar komt dan eigenlijk 30,5 meter uit. Dus dat is dan 30,5 en dat wordt dan tot de kwadraat 2. Dus dat is dat 8 meter. Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein. Stop, stop, stop. Pieten, ja? Ik ben bezig met een plan, dus even, ik wil rust hebben. Een plan? Een plan. Dat is geheim, dat mag niemand weten. Piet afblijven overal. En dat plan, dat is dus geheim, en dat mogen jullie niet zien. En ik wil ook niet gestoord worden, dus eventjes wegwezen, nee, afblijven, afblijven, wegwezen. Dag, dag, dag. Oh, ik denk dat... Nu even stoppen, alweer. Pieten. Pieten, waarom komen jullie elke keer bij mij? Wij dachten, jij bent toch zo druk bezig, accordeonmuziek. Kan iedereen waarderen? Nee, nee. Ik moet in rust en in stilte werken. Ha, maar je hebt ooit tegen mij gezegd dat je altijd rustig wordt van de stoomboot. Wegwezen. Dag, Pieter. Kom. Gaan we lekker ergens anders muziek maken. Met zijn verkeerde pepernoot uit bed te stappen. Wordt het goed. Even rustig zijn nu. Dit is dus even kijken, dat is 25 meter. Oh ja. Dat kan ik wel. Dat is fantastisch. En 3 centimeter horizontaal. Waardoor dat eigenlijk een fantastische uitkomst biedt. En dat was dus het kwadraat. Ja, het kwadraat. Waardoor ik professor Piet alles weer prima heb opgelost. Zoals gewoonlijk. Sneeuwkastje, kom maar binnen met je kreeg. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u afgelopen. Zijn jullie al helemaal besoden, meiter? Nu? Even wachten. Hallo. Vermoeiend zo, Tron. Nee, de af. Muziek, Piet, de af. Ik kan er zo niet. Hallo, professor? Hallo. Professor Piet. Oh jee. Zo kan ik toch niet werken. Hallo? Klopt. Kom maar uit. Hallo. 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 Kom naar het licht. Ja, loop naar het licht. Eraf met die trommel van mijn bureau. Daar zit hij al. Hallo, professor. Ik kan het plan nu weggooien. Jullie worden weer vriendelijk bedankt, Pieter. Oh. Echt, ik... Dag Sinterklaasje, dag, 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 zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister. We zullen de professor Piet maar niet meer storen met al die muziekpieten die hem al hebben gestoord. Maar naast me zit de burgemeester. Is Voorne Putten er klaar voor? Als burgemeester van Hellevoetsluis heb ik daar natuurlijk direct de kijk op. Maar van mijn collega's weet ik dat ze allemaal druk aan het voorbereiden zijn. En dat iedereen heel erg gespannen is voor de komst van Sinterklaas en hopelijk heel veel Zwarte Pieten. Ja, en om maar gelijk met de deur in huis te vallen, u bent er niet bij. Ja, dat is me wat. Ik ben voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwembond. En ik moet voor een congres over een moeilijk onderwerp
doping moet ik helemaal naar Zuid-Afrika. En gaat iemand hem nog wel binnenhalen of laten we Sinterklaas maar gewoon lekker zelf binnenkomen en dan zien we hem wel s'avonds over de dagen lopen? Ja, onder het motto van Sinterklaas, je komt er zelf binnen met je knecht. dat zou ook kunnen. Maar wij zijn natuurlijk zo blij dat Sinterklaas komt. Maar we hebben een loco-burgemeester. En dat is een burgemeester die het werk overneemt. En ik weet zeker dat wethouder Hofman keurig met Amstketen, die mag hij dan van mij lenen voor die dag, klaar staat om Sinterklaas en de Zwarte Pieten welkom te heten. Ja, precies. U bent er dus zelf niet bij. Maar als Sinterklaas in Nederland is, bent u ook weer in Nederland? Heeft u al een verlanglijstje gemaakt van wat u heel graag wil hebben? Nou ja, stiekem wel natuurlijk. Maar ik vind zo'n klein helikoptertje op afstand bestuurbaar, dat vind ik wel heel erg leuk hoor. Ja, ja, want u zei net, ik vind het super jammer eigenlijk dat ik er niet bij ben met de intocht. Want hoe belangrijk is bij u thuis Sinterklaas? Want u heeft zelf ook kinderen. Nou ja, wij allemaal. Ik ben een groot kind. Dus ik doe het met het grootste plezier. En Sinterklaas is net zo'n graag geziene gast als bij vele andere gezinnen in Nederland. Kijk, dus Sinterklaas die kan een warm bad verwachten hier zo in Voorneputten. Nou ja, en alle Zwarte Pieten natuurlijk. Hè? Want ook de Zwarte Pieten heten wij hartelijk welkom. Precies, hoe meer hoe beter. Hoe meer hoe beter en hoe meer vreugde daarbij hoort hoe leuker de kinderen het allemaal vinden. En al die ouders en al die grootouders. Kortom, eigenlijk is Voorneputten er dus helemaal klaar voor. Ik denk van wel, maar ja, er kan altijd iets misgaan natuurlijk. Precies, maar als het aan Voorneputten ligt of specifiek voor u aan Hellevoetsluis, dan gaan de voorbereidingen nog in volle gang en gaat het gewoon goed komen. Nou ja, laten we dit afspreken. Als er iets misgaat, dan ligt het niet aan ons. Nou, hartstikke bedankt in ieder geval dat u eventjes wilde aanschuiven. En nou, succes in Afrika dan. Dankjewel. Ja, en wij gaan ondertussen kijken naar Radio Voorne, want die hebben een geweldig idee. Iets met Sinterklaasliedjes. Dus ja, laten we maar gaan kijken wat dat idee is. Je luistert naar Radio Voorne. Ik ben Zwart, jouw DJ op dit lokale station. Het is tijd voor muziek. Wat dacht je van Sinterklaas? Wie kent hem niet? Nou, ik ken hem. En daarom draaien we hem ook bij Radio Voorne. Ja, mijn idee is, Sinterklaas die wil haar komen, dat heb ik gehoord. Maar er is altijd weer problemen met die man, hè? Altijd weer. Gaat hij niet met die boot, zinkt hij weer. Dus die denkt, nou, als ik nou een radioprogramma maak of een radiostation maak, die 24 uur per dag Sinterklaas liedjes draait, nou, dan heb je een soort vuurtoren. Ja, een soort vuurtoren. Echt waar. Nou, als je dan 24 uur muziek draait, dan gaat hij langskomen. Dan weet hij precies wat hij doen moet. Dus, vanaf nu, Radio Voorne, 24 uur per dag, Radio Sint. Voor jou. Radio Sint, ik vind het een super idee. Ik weet zeker dat Sinterklaas met al zijn pieten nu Voorneputten kunnen gaan vinden. Wij gaan ondertussen naar het weer met de Weerpiet. Hoi Kevin, hier de Weerpiet met het weer van deze week. Het is pepernotenweer, dus je kunt deze week extra veel strooigoed in je schoen verwachten. Tot zover deze aflevering van het Sintjournaal hier op 081 TV. Volgende week zijn we er weer en dan zijn we bij de intocht, want dan komen Sinterklaas en al zijn pieten weer aan in Voorneputten. Maar dat is volgende week. Voor nu, tot ziens. Doei!